Ja, code oranje. Ik geef het uit. Ja, voor Ajax. Wat betreft Getafe. Ik heb net gezien tegen Barcelona. En ik heb ze, een week geleden of zoiets, zag ik ze, ja, thuis tegen Valencia. Dat Getafe. Hoi, 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 hoi. Ja, code oranje hoor. Dat Getafe. Ja, weet ik veel van Getafe? Ja, niemand in Nederland. Ja, zoiets van, Getafe. Dus ik ben gaan opzoeken. Het is een soort voorstadje van Madrid, een soort Amstelveen. En wist ik veel waar het lag. En we staan wel derde. Derde in de Spaanse competitie. Hé, hey, dat is ook niet voor niks, hè. En nou heb ik ze twee wedstrijden gezien. En jongens, ik moet zo verschrikkelijk waarschuwen voor dit Getafe. Die zijn me een potje fit. Kip, 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 fit. Die gasten, die zijn niet moe te krijgen. Die van Getafe, die blijven maar gaan. Dat gaat maar door. 90 minuten lang zitten die er bovenop. En dan zetten die een druk met z'n allen. Dat is niet te geloven. Die komen met 6, 7 man naar voren. En dat gaat maar door en dat houdt niet op. En die knallen zo alle duels in. En die trekken ook geen voetje en geen been terug. Die gaan gewoon door, want zo groot en stevig zijn ze ook nog eens een keer. Fysiek berensterk, dat Getafe. Zit er geen uitblinkers in? Het is niet echt dat je denkt, god, wat een fantastische voetballers. Nee, maar het is een team. Een team, dat Getafe. Zij weten precies van elkaar wat ze moeten doen. Dat is allemaal Getafe. En zijn ze de bal kwijt? Woef! Dan gaan ze allemaal terug. Hup! En dan verdedigen ze. En net zolang tot ze de bal weer hebben. En hebben ze de bal, dan woef! Dan gaan ze gelijk weer ook met z'n allen naar voren. En dan zul je zien, dan zie je niet een fantastische beweging of een briljante paas. Nee, ze spelen heel direct voetbal. Gewoon één keer raken. Boom, boom, boom. En ze staan in de 16 of alleen voor de keeper. Ik bedoel, levensgevaarlijk, dat Getafe. Nou ja, ik hou erover op. Ik heb het gezegd, mijn zegje gedaan. En onthoud het goed. Code Oranje.